het afgelopen uur, aan het eind van het afgelopen uur, Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar toen kwam er nieuws over het ICA Short Track en dat wilden we ook niet missen. Maar fijn dat we nog even, want we waren nog niet uitgepraat, even kunnen verder praten over het coronavirus, wat erg belangrijk is. We eindigden ermee dat dit in Nederland ondenkbaar zou zijn, dat we steden op slot zouden doen om deze reden. Hoe zouden wij het dan aanpakken als het hier is? Nou, we hebben in Nederland een goed georganiseerde infectieziektebestrijding. Die is ook geoefend. En die wordt de regie daarvoor ligt bij het RIVM. Dat hoorden we net in het nieuws ook. Dus net zoals de WHO zich kan laten adviseren over kijk eens mee, wat moet hiermee, doet het RIVM dat ook. Haalt ook deskundigen uit het land bij elkaar en kijkt dan van hoe gaan we hier verder mee. Maar in feite liggen er draaiboeken voor dit soort gevallen. Dus als het is niet ondenkbaar dat ook in Nederland een keer een reiziger gevonden wordt. Het is het advies over de hele wereld om mensen die uit Wuhan komen met koorts en verkoudheidsklachten, om die in ieder geval door een arts te laten zien en dan eventueel te testen. Dus dat kan, maar dan liggen de plannen ook klaar en daar weet de GGD, daar weten de ziekenhuizen wat er moet gebeuren. Goed, maar het belangrijkste is, er is gewoon een testmiddel. Ja. En als je daar niet geweest bent, is de kans niet heel dat je het zomaar oploopt hier in Nederland. Precies, want en daarvoor moeten we goed volgen hoe het verder loopt in China. De grootste haard zit in Wuhan. Van daaruit zie je ook reizigers die in andere delen van China komen. En dat moet nauwgezet gevolgd worden. Kijk, het kan zijn dat daar ook haartjes ontstaan. En dan kunnen reizigers uit andere delen van China ook infecties kunnen oplopen. Maar daar hebben we het nu nog niet over. Nee, maar er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat er hier een probleem zou ontstaan door dat coronavirus. Nee. Nou, dat is een hele geruststelling. Dat wilden we graag horen. Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.